In het uitgebreide complex van het reactorcentrum Nederland in Petten kan men dit model aantreffen van de door betonnen blokken omgeven zogenaamde lage fluxreactor, die gebruikt wordt voor diverse onderzoekingen waarvoor de hoge fluxreactor in de bekende stalen koepel minder geschikt is. In opdracht van het Koninklijk Penningkabinet in Den Haag onderzoekt men hier sedert enige tijd de samenstelling van Griekse, Lydische, Carthaagse en andere munten uit de 6e eeuw voor Christus. De archeologen hopen zo een indruk te krijgen van de monetaire politiek der oude steden of staten. Door chemische analyse zouden de kostbare munten beschadigd worden. De straling in de kernreactor tast het materiaal niet aan. De munt wordt in een plastic busje met een pneumatisch werkend apparaat in de reactor geschoten, waar hij gedurende een bepaalde tijd aan straling wordt blootgesteld. De bestanddelen van de munt, goud, zilver en koper, reageren verschillend op deze straling. Zodra het muntstuk automatisch uit de reactor is teruggekeerd, wordt het in een loden pot gelegd, die is aangesloten op een speciale meetapparatuur. De grondstoffen waaruit de munt is samengesteld, zenden nu elk een verschillende straling uit. Op een lichtgevend scherm zijn deze verschillen duidelijk af te lezen. En zo kan men de verhouding tussen goud, zilver en koper vaststellen. Op een schrijfmachine die met het meetapparaat verbonden is, wordt de analyse ook in cijferreeksen zichtbaar gemaakt. Door deze moderne onderzoekmethoden heeft men soms zelfs imitaties kunnen constateren. De makers van die vervalsingen vielen dus na 2500 jaar in Petten nog door de mand.